Gevoelige volgers, Oranje fans, landgenoten. Het zal u niet zijn ontgaan en het verheugt mij enorm dat het Oranje gevoel is opgenomen in de kanon van Nederland 2020. Helaas beperkt tot sport en samenhorigheid. Het Oranje gevoel is natuurlijk veel meer dan dat. Bijvoorbeeld onze huisdieren, die horen er toch ook bij? Dat zie je ook in Engeland. Daar is de Corrie erg populair, het hondje van de Queen en de Rottweiler, omdat Prins Charles daar sprekend op lijkt. Bij ons zijn de Duitse herder en de Argentijnse pitbull populair. Dat is ook het Oranje gevoel. En dan die fantastische coronaspeech van onze koning. Die deed mij denken aan de speech van president Kennedy toen hij zei: Ik bin ein Berliner. Kort en krachtig. Ik bin ein Berliner. En Willem-Alexander zei nog korter en nog krachtiger. Ik bin ein Berg. Hij zei dat niet letterlijk, maar hij straalde dat uit. Kracht, leiderschap, een beer van een vent. En hij waarschuwde ons voor een nieuw virus, het eenzaamheidsvirus. Eenzame mensen zijn erg besmettelijk. Blijf uit de buurt van eenzame mensen, was zijn boodschap. Want voordat je het weet, ben je zelf ook eenzaam. Zet eenzame mensen in quarantaine. Die aanpak had succes. En ook voor de bestrijding van het armoedevirus heeft hij het goede voorbeeld gegeven. Restaurants gingen gratis maaltijden uitdelen aan de armen. En daarna gingen ze failliet. Hoe dom kun je zijn? Willem-Alexander heeft nog geen euro geschonken aan de armen. En hij is nog steeds miljardair. Daarmee liet hij heel terecht zien dat zuinigheid onze ware volksaard is. Ook dat hoort bij het Oranje gevoel. En ook met het afkondigen van Woningsdag toonde hij leiderschap. Door te bepalen dat iedereen Koningsdag thuis in de eigen woning moest vieren. Hij gaf zelf het goede voorbeeld in zijn woning met een vloeroppervlak van bijna 9000 vierkante meter. In zijn woning waar elke prinses een eigen appartement heeft. In zijn woning waar op elke verdieping personeel rondloopt met dienbladen vol oranje tompoezen en bitterballen met mayonaise. In zijn woning die net was gerestaureerd voor 63 miljoen euro. Er zijn van die jaloerse tongen die kritisch zijn op de miljoenen die het Koningshuis elk jaar krijgt uitgekeerd en aan subsidies binnenharkt. Maar die lui zijn veel te eerlijk en rechtschapen. Die hebben niet het echte Oranje gevoel. Toen die journalist van Zembla aan Willem-Alexander vroeg hoe het zat met de schimmige constructies rond het beheer van ons erfgoed en van het kroondomein, gaf hij geen antwoord. En daarmee gaf hij heel subtiel zijn steun aan de Black Lives Matter beweging. Want hij zei niets. Niets. En dat zegt alles. Niets is een zwart gat, zwarte materie. Ook dat is het Oranje gevoel. Zwart is oranje. Oranje fans, landgenoten, ik doe een oproep aan jullie. Ga naar je social media en post de kleur oranje. Om het ware oranje te laten zien. Oranje is cool. Oranje is mieters. Oranje is pikzwart.